Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hetzelfde. Ik heb wel met wat spitsen gewerkt. Maar zelden gezien dat een spits zo goed kan afwerken met twee benen. Eén altijd wel, maar met twee benen heb ik niet veel gezien. Elias Mar Omarsson, 5 goals, 2 matches. It's not bad. No, it's yeah, it's good that I'm scoring in the beginning of the season and I'm happy with it. Happy with the first game as well, 3 points. But yeah, like last game, we score 4 goals and we concede 6. Not good for the team. But yeah, how did you feel after last match? Because you scored a hat trick, but also lost the game. Yeah, I mean, I'm always happy when I score, and when you score a hat trick, it's also really special. But yeah, when you lose the game, yeah, it's a team sport. So if you lose the game, you can't be too happy about it. The goal for Excelsior is to fight for promotion, to go back to the Eredivisie, maybe. And what's your personal goal? Yeah, like at the moment, I'm just focusing on helping the team as much. I want to score goals, of course, and. Yeah, I'm just aiming to help the team now go up. How many goals until you're satisfied? I want to score in every game, so I'm not gonna jinx anything. But I'm hoping to score a lot more. What do you expect for the next match against Dordrecht tomorrow? Yeah, I expect 3 points, and we've scored a lot of goals in the last 2 games, so. Yeah, I'm hoping the team just performs well, that we can keep a clean sheet finally and continue scoring. Marinus Dijkhuizen, we spraken net al eventjes met jullie topscorer Omarsson, 5 doelpunten in 2 wedstrijden. Ik denk dat jij een hele blije trainer bent als je kijkt naar de spits. Ja, dat is altijd lekker als je een spits hebt die makkelijk scoort. En, omdat ik zelf ook spits ben geweest, heb ik vaak wat meer met spitsen en kijk ze ook vaak wat betere specifieke aanwijzingen geven vanuit jouw eigen ervaring. Maar Elias is qua afwerken, zowel met links als met rechts, als ook nog redelijk met het hoofd, vrij allround. Ja. Dus dat zag je vorige week terug. Eigenlijk eentje met links, eentje met rechts en eentje met zijn hoofd. Ja, je zegt het net al eventjes, jij was al oud spits, ook hier bij Excelsior. Ja. Wat geef jij mee aan een jongen als Omarsson? Nou ja, het is wat makkelijker praten, omdat je weet dat je vanuit welke positie de loopactie moet maken. Met hem voor Zoom met name ook veel bezig geweest, bezetting voor de goal. Omdat hij heel erg de neiging heeft om heel erg de hoeken in te rennen en te doen. En op het moment dat het moest, was hij niet voor de goal. Dus dat heeft hij sterk verbeterd, vind ik. Zijn positie voor de goal is dus, ja, hij is veel meer daar waar hij moet zijn. Ja, en dan komt hij ook meer in zijn kwaliteit terecht, omdat hij, wat ik zeg, hij is moeilijk te verdedigen, omdat hij met links, hij is rechts, maar hij kan met links ook geweldig afwerken. En dat is wel een grote pre ten opzichte van andere spitsen, denk ik. Dan word je gewoon veel moeilijker te verdedigen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hetzelfde. Ik heb wel met wat spitsen gewerkt. Maar zelden gezien dat een spits zo goed kan afwerken met 2 benen. 1 altijd wel, maar met 2 benen heb ik niet veel gezien.